Jongens, welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben hier op vakantie en ik ga jullie zo meenemen naar een dorpje. Dus tot zo. Oké, we zijn eenmaal aangekomen in het dorpje. We zijn nu in Toorn. Ik laat jullie even de omgeving zien. En we zijn naar een boerderij aan het lopen. Dus tot zo. Oké, ik ben bij de boerderij. We kunnen helaas niet super dichtbij komen, want er wonen gewoon mensen. Maar ik kan jullie wel even laten zien of het een beetje bespookt is of zo, want dat weet ik niet. Het ziet er wel zo uit. Kijk maar. Allemaal van die huizen, ramen een beetje aan elkaar. Rommelig. Zet de video. Oh, dat is de kerk. Ik dacht al. Niet weer die ene man, hè. Hoorden jullie dat? Dat was gewoon de kerk. Ja, ik heb nu even dit laten zien. Tot zo bij de kerk. Oké, jongens. Hier is het waar het spannend begint te worden. Ik dacht dat we niet meer verder konden komen. Maar dat kan dus blijkbaar wel. We gaan zo meteen pas naar de kerk. Hier eerst een bruggetje. Een weiland. Dit ziet er wel een beetje eng uit. Oké, we gaan kijken of we nog wat dichterbij kunnen komen. En als dat lukt, zie ik jullie daar zo. En als het niet lukt, zie ik jullie bij de kerk. Oké, we konden toch nog iets dichterbij komen. Ik laat jullie het even van dichtbij zien. Het zit er wel een grote heg, dus het kan zijn dat het niet heel goed ziet. Jullie kunnen het beter zien dan ik, dus zeg even wat jullie gezien hebben. Tot zo. Ik hoop dat jullie het de boerderij net nog even gezien kunnen hebben. Ik sta hier op een soort platformpje waar we even naar beneden kunnen kijken. Naar een meer. Misschien zien jullie wel iets, een monstergeest of zo in het water. Vast niet, maar het zou kunnen. Daar is het meer. Ik kan niet heel erg inzoomen. Heel groot. Helemaal tot daardoor. Daar kijken we zo nog wel. Oké, we lopen daar even heen. Misschien zie je hier het meer nog iets beter. Het gaat helemaal tot daardoor. Hier is het einde. Daar heb je nog allemaal paden. Dat is wel gek. Zit er geestennetten onder of zo? Dus oké. Hier is het einde. Ik ga nu met mijn familie naar de kerk. Dus ik zie jullie zo. Oké, jongens, ik loop hier langs een boom en er zit heel creepy gat in. Ik hoop dat jullie het goed hebben gezien. En ik ben nu naar de kerk aan het lopen, dus tot zo. Jongens, hier staan allemaal gekke tekens in de muur. Uit de tijd of zo. Patrick. Er staan ook gewoon dingen ingeschreven. Jim, Pim. Maar er staan ook cijfers. Ik kan jullie hier gelijk even een beeld van de kerk laten zien. Het is ook weer een heg voor, maar wel een klein beetje. Het is
tussen de bomen door. Hier is de kerk. Jongens, dit wordt ook een nieuwe serie, dat we een beetje in dorpjes gaan kijken. Dit wordt niet met Ghost Hunten, het wordt een andere serie. Ik moet de video helaas gaan afsluiten, dus doei! En voordat we afsluiten, we hebben een nieuwe sponsor, namelijk Kristalline Bronwater. Het motiveert je om meer water te gaan drinken en het is ook nog eens hartstikke lekker. Doei!